Goedemorgen, Bassie. Ja, ook goedemorgen. Zeg, waar zat jij zo lang? Op het politiebureau. Nou, ik had gelijk. Ja, waarom had je gelijk? De man die ik gevangen genomen heb, die heeft wat te maken met die huilbuien die opeens in Nederland zijn. Hoe kan dat nou? Nou, daar zijn we nog niet helemaal achter, want hij zegt weinig, maar hij huilt des te meer. Ja, dit heb ik gemerkt. In huilen is die erg goed. Maar we zijn er wel achter gekomen dat hij Joris heet. En hij werkt voor een professor. Welke professor? Een professor en die heet Zacherijn. Professor Zacherijn? Nou, vrolijke naam zeg. Wie is dat nou weer? Nou, dat is een professor die heeft altijd geëxperimenteerd met alle mogelijke gassen. Maar toen is er een ongeluk gebeurd met een van die gassen. En toen is die gek geworden en verdwenen. En waar zit hij nou? En dat weet niemand. Maar ik heb een plan om erachter te komen waar hij is. Want als hij de oorzaak is van al die huilbuien, dan moet hij gevonden worden. Ja, gevonden worden, klaar. Maar hoe dan? Als je niet weet waar hij zit? We laten Joris vrij. Nee, dat begrijp ik helemaal niet. Ja, als Joris vrijgelaten wordt, wat doet hij dan? Nou, die gaat direct naar de professor. Zeg maar dag met Jantje. Juist, maar in de jas van Joris heb ik een zender laten maken. Oh, jij bedoelt een breakie-break, een zendbakkie? Nee, veel kleiner. Die zender is zo klein als een kopspeld. Nou, begrijp ik helemaal niets van. Nou, in de wagen heb ik een radiopeiler. Wat is dat nu weer? Dat is een soort radar. Daar kan je precies op aflezen waar die zender, die Joris bij zich heeft, zich bevindt of naartoe gaat. Hey, maar dat is geweldig. Dus als je naar de professor gaat, dan kan je op die radiopeiler zien waar hij zit. Juist, kom op, in de wagen. Ik heb met de inspecteur afgesproken dat hij laat Joris om 8:00 vrij. Hoe laat is het nu? 7:55. Dank je, Robin. Kom op, in de wagen. We hebben nog 5 minuten. Hey, mag Robin ook mee? Ja, natuurlijk. Zet Robin maar op de achterbank. Zo, Robin. Dit is een mooie plaats. En dan gaat Bassie zelf snel voorin zitten voordat Adriaantje wegrijdt zonder Bassie. Zo, Bassie, bedien jij de radiopeiler? Hey, hoe gaat dat? Nou, dat zal ik je vertellen. Je zet hem aan met die knop daar. Oh, nou zie ik het. Hé, hey, er komt een lichtpuntje in het midden branden. Dat lichtpuntje in het midden, dat zijn wij. En wat zijn al die hokjes die op het scherm getekend zijn? Daar kan je de afstand van de zender en ons mee berekenen. Hoe dan? Schakel de radiopeiler op B. Even kijken. Oh, dat is dat knopje. Juist. Nou zie ik een lichtje. Hey, dat gaat steeds aan en uit. Nou, dat lichtje wat aan en uit gaat, dat is Joris. Hoeveel blokjes zitten er tussen ons en Joris? Oh, jij bedoelt het middelste puntje en dat puntje wat aan en uit gaat. Juist. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokjes. Nou, dat betekent dat we nog 600 meter van Joris al zitten. Elk blokje is 100 meter. Kijk nou eens, Adrian. Dat lichtje gaat van plaats veranderen. Hoe laat is het? Precies 8:00. Dank je, Robin. Dat betekent dat Joris vrijgelaten is en dat hij nu op weg is naar die professor. Welke richting gaat het lichtpuntje heen? Rechtsaf. Dan gaan wij ook rechts. Nou zit hij weer recht voor ons. Goed zo, dan kan Joris ons niet meer ontsnappen. Mocht je bespannen, Adriaan? Hey, we lijken wel geheime agenten. Precies, ja, bespond. Maar als we geheime agenten zijn, hebben we toch geen naam? Wat dan? Een nummer. James Bond is 007. Nou, dan ben jij 001. Heb ik voor jou ook een nummer. Wat voor nummer? 0,00.